Welkom. We zijn weer toe aan de laatste presentatie van vandaag de technische track. Ik word hier even door Erwin Kooi. Erwin is security architect bij Alliander. Ik ga dus vertellen over secure smart grids. Dankjewel. Het is een Engelse presentatie die ik vertaald heb, dus hier en daar kan er nog wat Engels in zitten. Maar dan, als je in security zit en geen Engels kunt, dan heb je toch een uitdaging, denk ik. Security in a changing DSO world. Als je dit in de sector vertelt, snapt iedereen wat je doet. Maar ik neem jullie in de presentatie mee wat dit is, wat voor impact dit heeft en waarom dit belangrijk is. En waarom iedereen dit belangrijk zou moeten vinden. Wie ben ik? Erwin Kooi, elektrotechneut van huis uit. Ik werk als security architect bij Digitale Netten. Dat is een afdeling van Alliander, daar komen we zo meteen op. Ik focus me daar voornamelijk op de ICS-hoek, op de SCADA-hoek. Ik kom uit de gezondheid IT, nou, die hebben we vandaag ook eerder langs horen komen. En als je mij wilt bereiken, is dat mijn e-mailadres met Pietje Piekie. Mijn nerd credentials is, ik programmeer microcontrollers, ik snap RSA Security en elliptic curves. Ik hou van crypten, van egeltjes en clubmaten. Wat is Alliander? Alliander is eigenlijk een paraplu-organisatie, maar waar het grootste deel Liander onder zit. En Liander is een van de netbeheerders van Nederland, een van de energienetbeheerders van Nederland. Dus in dit deel van Nederland verzorgen wij en de stroom- en de gasvoorziening voor zo'n 3 miljoen aansluitingen. 3 miljoen gasaansluitingen, 2,7 miljoen herstel, 3 miljoen elektriciteitsaansluitingen, 2,7 miljoen gasaansluitingen. Doen we met ongeveer 7000 man. Met onze jaaromzet, kiloton CO2-uitstoot. En als laatste wel even interessant, 19,9 storingsverbruikersminuten. Dat wil zeggen, dit zijn cijfers van 2014, dat wil zeggen dat wij minder dan 20 minuten per persoon geen energie hebben gehad in Nederland, gemiddeld. Nou, dat is best laag. Energiedistributie, dat doen wij. En dat is aan het veranderen, vandaar de titel In a Changing World. Het oude model werkt heel keurig met vraag en aanbod. Als mensen zijn wij heel erg voorspelbaar. We staan op, we doen dingen, we gaan naar het werk, we doen dingen, we komen thuis, we doen dingen en we gaan weer slapen. En in het energieprofiel voor een gemiddeld huishouden, maar eigenlijk gewoon voor het gemiddeld van Nederland, ziet dat er zo uit. We staan op. In de piek zijn we aan het werk, zijn we op kantoor. Aan het eind gaan we koken, tv kijken. En uiteindelijk gaan we weer slapen en het energieverbruik zakt weer tot op het basisniveau. Fabrieken draaien ook 's nachts door, dus je hebt altijd een bepaalde belasting op je netwerk. Lekker voorspelbaar. Nu is er een grote shift aan de gang naar zonnecellen, warmtepompen, elektrische auto's, windmolens. Allemaal andere energiebronnen en ook andere manieren van energie gebruiken. Als je dan kijkt naar de energiebronnen, ja, 's nachts waait het hard. Maar ja, 's nachts verbruiken we niet zoveel. Overdag schijnt de zon vaak. Maar ja, we hebben die piek, die hebben we vooral in die uiterste, waar je nog net geen wind hebt, maar ook nog niet zo heel veel zon. Dus dat geeft een heel andere dynamiek in je netwerk. Dus waar zien we dat gebruikers ook op reageren, is in plaats van het verwachte gebruik, zou je eigenlijk veel meer willen naar, hè, dus in plaats van dat je gaat opwekken aan de linkerkant wat je nodig hebt, ga je veel meer naar een model, ik ga gebruiken wat er beschikbaar is. Dus als er veel wind is, ga ik energie gebruiken. Als er veel zon is, ga ik energie gebruiken. Zelf doe ik dat ook. Als mijn zonnecellen op het dak goed aan het produceren zijn, dan zet ik de wasmachine aan. Blijft de energie ook lekker lokaal, las ik het netwerk niet mee. Maar ook, ja, ik betaal daar eigenlijk niks voor, want voor mijn meter gezien verandert er niks. Wordt opgewekt en wordt meteen gebruikt. Dat zie je ook in getallen. Als je kijkt naar het aantal terugleverinstallaties, dus zeg zonnepanelen, even korter de bocht, die zijn bijna verdubbeld. Het aantal laadpunten van elektrische auto's, meer dan verdubbeld. Dus je ziet dat daar echt wel wat aan de gang is. Ander voorbeeld waarom dit bij ons heel belangrijk is. Wij hebben dit soort dingen. Defensie heeft dat soort dingen. En als die met elkaar tegenkomen, dan gaat dat niet goed. Ik vind dit een hele mooie Viagra-reclame, maar goed. Dat was dit gebied, de Bommelerwaard en de Tielerwaard, hier niet zo heel ver vandaan. Als je naar het gebied zelf kijkt, dat ziet er zo uit. Er komt 150 kV het gebied binnen. De rode lijnen, dat wordt via 50 kV verder verdeeld. De blauwe lijnen, en dat gaat dan uiteindelijk via 10 kV uiteindelijk naar je 230 stopcontact toe.
En uiteraard die helikopter. Precies daar. Het was op 12 december 2007. Het was meteen griep 4, opschalen naar het hoogste wat we hebben. Minister uit zijn bed. En 50.000 huishoudens hadden geen energie meer. Lijnen waren doorgesneden, echt boven de Waal. 600 meter breed daar, hardstromende rivier. Wat dat betreft had Marsman is gedicht verkeerd. En het duurde ons, ja, het kostte meer dan 2 dagen voordat we ook daar de laatste aansluiting weer voorzien hadden van energie. De laatste klant echt ook weer zijn kerstboom aan kon zetten. Totaal over 8 miljoen schade, waarvan 4 miljoen aan compensatie. Als je in Nederland langer dan 4 uur geen energie gehad hebt, dan krijg je automatisch daar een vergoeding voor. Een bepaald bedrag per minuut. Dat zijn de storingsverbruiksminuten en daar worden wij als netbeheerder ook op afgerekend. Maar als je kijkt, die lijn die werd op het moment dat die doorging, dat is dan op een koude winteravond, echt de meer piek dan dat heb je bijna niet in je netwerk, was die maar voor 3% belast. Hoe komt dat? Nou, als je het gebied zelf ziet, met dank aan Google Maps, dan heb je hier rechts de lijn waar die helikopter doorheen vloog. En dit zijn allemaal kassen. En wat is nou het leuke van een kas? Ja, die maken tomaten, maar ze verdienen eigenlijk veel meer geld aan het produceren van elektriciteit dan dat ze verdienen aan het produceren van tomaten. Dus die genereren warmte om die tomaten te groeien. En van die warmte maken ze elektriciteit en die verkopen ze goed. Dus dat gebied, daar zit heel veel decentrale opwek. Heel veel en genoeg opwek om eigenlijk het totale gebied te voorzien van energie. Want, en dat betekent, ja, die lijn was maar 3% belast. Dus ze hadden nog maar 3% extra nodig op echt het meeste topje van de piek. Dus dit gebied had zichzelf keurig in stand kunnen houden. Alleen, we konden het niet bedienen. Met als gevolg dat alles alsnog uitging. Dus, smart grids for the win. Uitbreiden van spanningsniveaus. Dus dit heeft getriggerd dat we allerlei dingen zijn gaan doen. Uitbreiden van bewaken en besturen op lagere spanningsniveaus. Om ook die tuinders zeg maar, te kunnen bedienen. En dat we hun opwek kunnen schakelen, sturen en verdelen over het gebied. Het slim laden van elektrische auto's. Als de postcode loterij nu in Amsterdam aan de hele straat elektrische auto's gaat geven, dan hebben we toch een uitdaging met het netwerk. Want als al die mensen om 6 uur 's avonds thuiskomen, ze stoppen de stekker erin en iedereen wil meteen gaan laden, dan krijg je een enorme laadpiek dat netwerk in. Dus dat wil je eigenlijk ook gaan regelen. Dat je zegt, nou jij begint om 6 uur te laden, jij om 7 uur, jij om 8 uur. Maar de volgende dag om 6 uur zijn alle auto's wel opgeladen. Energieopslag voor balancering. Je moet het netwerk in balans houden dat de frequentie niet al te veel uit de pas loopt. En dat de voltage een beetje binnen grenzen blijft. Home energy management, ook in je huis. Kijk, zelf denk ik er nu aan om een wasmachine aan te zetten als ze zonnepanelen opwekken. Maar als dat automatisch kan, dan zou dat natuurlijk ook tof zijn. En flexibele schakelen van openbare verlichting. Waarom moet s'nachts op de snelweg die verlichting altijd aanstaan? Dat moet eigenlijk flexibel kunnen. Hij kan wel gedimd of hij kan aangaan als er een auto in de buurt komt. Dat soort systemen. Wow. Nou, we zijn heel goed in het maken van mooie plaatjes. Ze zijn ringstructuren aanleggen voor 20 kV, 10 kV netten. Ze krijgen het er links onderin ingevoed van Tennet in ons geval. En dat verdelen wij de wijk in. En in die wijk zie je decentrale opwek komen. Zonnepanelen op het dak van het huis. Windmolens. Huizen hebben warmtepompen om energie uit de aarde op te pompen. En dat kun je bijvoorbeeld heel mooi 's nachts ophalen als de stroom goedkoop is. Nou, dan haal je warmte uit de aarde, die stop je in je huis. Overdag laat je huis rustig aan afkoelen en volgende dag doe je dat weer. Of omgekeerd, ik doe het overdag, want overdag zijn mijn zonnepanelen aan het opwekken. Ik haal overdag warmte uit de grond. Mijn huis is lekker warm 's avonds. En in de loop van de avond, nacht koelt dat weer af tot de volgende dag als er weer zon is. En dan haal ik weer warmte uit de grond. Elektrische auto's. En dat moet je besturen. En daar hebben wij SCADA voor. Er is een heel mooi boekje van Robert Lee en Jeff Haas. Dat heet SCADA and Me. Het is eigenlijk een kinderboekje met allemaal stripverhaaltjes. Maar het is een fantastische introductie in SCADA en Progress Control en wat dat eigenlijk is. Al die systemen, ISBN-nummer staat links onderaan. Koop het boekje. Want iedereen heeft het over SCADA. Maar is alles SCADA? Heel kort, nee. Het totaal heet Industrial Control Systems. SCADA heb je over een groot geografisch verspreid gebied. DCS, de Distributed Control Systems, is echt op een plant, op een locatie. En PCS is echt een stap in het proces. De lopende band die wordt bestuurd. Of de robotarm die een bepaalde actie doet. En daar elk met zijn eigen termen, die zien we ook even langskomen zo.
zal me eerlijk gezegd worst zijn hoe je het noemt als je het kader noemt en je bedoelt dit. De meeste mensen snappen wat je bedoelt. Nou, dat hebben wij. Dit was vroeger. En mijn elektrotechnisch hart dat vindt dit fantastisch. Alle gesoldeerde aansluitingjes en elk stekkertje en elk lampje heeft zijn eigen draadje en eigen bediening. Tegenwoordig heb je dit. Dus dat is ook keurig geautomatiseerd. En dat hele systeem wordt bediend vanuit de centrale computer op de locatie. Dat heet een RTU, een Remote Terminal Unit. En dat is eigenlijk het remote stuk van het centrale SCADA-systeem. Die vraagt van, goh, hoe staat het erbij? Welke inputs heb je gehad? En voer deze commando's uit. HMI, de Human Machine Interface. Soms MMI, Man Machine Interface. En we hoorden net vanochtend ook de naam PLC, Programmable Logical Controller. Dat is echt in het PCS-stuk, echt in de stap zelf. Het aansturen van een robotarm, dat doe je met een PLC. Het echt op afstand besturen van iets, doe je met een RTU. En het kijken ernaar door de mens, doe je op een HMI. En dat station wat we hier zagen, wat nu die computer is, is eigenlijk alleen maar dat stukje op het grote bord. In het echt ziet het er dan zo uit. Dit is wat je bedient. Transformatoren, schakelen op leidingen, schakelen op rails om belasting te kunnen verdelen. Om werkzaamheden uit te voeren. Op verspreide locaties, inderdaad, dit is Diemen toevallig. Nog bekend van 27 maart. Onder station Amsterdam, we bouwen ze wat hipper tegenwoordig. Maar ook heel erg afgelegen locaties. In dit geval in Friesland en in Oosterbeek, ook hier niet zo ver vandaan. En centraal bestuurd. Dus dat grote paneel wat je net zag is ja, waar bij ons de bedrijfsvoerders naar zitten te kijken om het netwerk te bewaken. Gaat het nog goed? Is er nog balans of moet ik ingrijpen? Dus smart grids for the win. NIST heeft dat geprobeerd te modelleren. Dus die hebben een model gemaakt van hoe zit een smart grid nou in elkaar. Met alle spelers en alle acties en alle dingen. Dit is het simplified model. Als je het echte model ziet, dan... het past niet op A0, zeg maar. Heel veel mensen denken meteen smart grids. Oh, slimme meters. Nou, slimme meters is alleen maar dat stukje van het hele smart grid concept. Wij maken ons dus ook niet alleen maar druk over smart meters. Slimme meters, maar echt over het totale beeld daarvan. Kleine opmerking overigens over het verhaal vanochtend van Erik. We zijn, ja, slimme meters aan het uitrollen, of die worden aangeboden. De schakelaar die daarin zit, die zit er niet meer in. We hebben als netbeheerders gezegd, de Eerste Kamer die heeft die wet toen tegengehouden op het feit dat je een economisch delict zou plegen als je de slimme meter zou weigeren. Toen kon je 6 jaar de gevangenis in gaan. Dat vonden ze disproportioneel. Nou. Als sector hebben wij gezegd van eigenlijk willen we überhaupt dat risico niet dat iemand op afstand die levering kan beïnvloeden. Want als je dat op één kunt, kun je het waarschijnlijk op meer. En ja, dat kan één voor onszelf onbalans zorgen, maar gewoon we willen dat risico niet. Dus als sector in Nederland, en daar zijn we als land nog even uniek in, maar het begint te komen. Hebben we als sector gezegd van gewoon in Nederland gaat de slimme meter geen schakelaar hebben. Dus heb je al een slimme meter in je meterkast? Aanwezig. Dan komt daar ook nieuwe firmware in waar gewoon de code om die schakelaar aan te spreken niet in zit. Nou, dan kun je nog steeds nieuwe firmware uploaden, maar dan leg je de drempel om zo'n meter te hacken en jouw stroom uit te zetten. Ja, dan moet je eerst nieuwe firmware maken voor die meter. Dat moet specifiek voor dat type. Dan moet je nog eens een keer sturen, commando geven. Dat wordt wel, dan praat je wel heel complex. Dus heel even dat over de meter. Meters die straks aangeboden worden, geen schakelaar. Dat is wel interessant, als linkje nog even naar het verhaal van Kiet vanochtend, of vanmiddag. Dan ga je dus naar een leverancier toe en zegt van, ik wil een slimme meter. Nou, dat kan niet, die hebben we gewoon op de plank liggen. En ik wil hem zonder schakelaar. Oeh, dat moeten we maken. Dus dat wordt wel duur. Nou, het zijn interessante discussies die we daar hebben. Met dat smart grid concept zien we ook dat we ons security model veranderen. Vroeger waren we dit, hè, kasteel, dikke muren, je komt er niet in. Bedrijfsvoeringscentrum, je komt er nog steeds niet in. Maar we gaan steeds meer interacteren met die andere mensen. Als je dat NIST framework zag, er is heel veel interactie met allerlei marktpartijen en onze leverancier Tenet en de Gasunie. Dus er gaat heel veel communicatie en heel veel data wisselen wij uit met andere partijen. Dus van kasteel gaan we eigenlijk meer naar een hotel, waarin we heel veel kamertjes hebben, die gang ja, bijna de publieke ruimte is geworden, en we in die kamers individueel kunnen zeggen, wat delen we met wie? Dat is wel even een andere manier van denken voor ons geweest.
Dus, en ja, smart grids for the win. Maar ja, de business interesseert zich niet voor zero days, welke bitlengte de sleutels nu moeten hebben, wat voor hash-algoritmes we gaan gebruiken. En dat hoeven ze ook niet van mij. Daar komen we zo meteen nog op. Security zou gewoon een randvoorwaarde moeten zijn. Dat is geregeld en biedt jou de mogelijkheid om al die mooie dingen die je daarboven zou willen doen, te kunnen doen. Alleen de gemiddelde IT security expert, die gaat eerder van, oh my god, we're all gonna die. Het is een plaatje over smart grid security, dus er moet altijd de mushroom cloud in. Dus wat hebben we gedaan daarvoor binnen Alliander? Nou, we hebben in 2012 hebben we de World Economic Forum de resilience principes ondertekend. Heel kort op de bocht betekent dat, nou, Alliander vindt dat wij een weerbare organisatie moeten zijn die anticiperen op een scala aan dreigingen op onze maatschappelijke taak. Ja, wat is dat weerbaar? Ik vind een roltrap altijd een heel mooi voorbeeld. Dat is een hartstikke mooi ding. Stop je energie in en dan brengt hij jou naar boven. Maar als hij stuk is, is het nog steeds een trap. Je kunt nog steeds naar boven. Alleen je moet daar even iets anders mee omgaan. Mooi voorbeeld van weerbaarheid. Daarvan afgeleid hebben we een security definitie. Het tot een aanvaardbaar risiconiveau verlagen. Als gevolg van moedwillig menselijk handelen. Daar kom ik weer even op terug. Want die is vrij voor ons specifiek. Of specifiek niet, maar wel... Het scoopt heel goed voor ons denken. Wij gaan ons alleen maar security gaat zich alleen maar bezighouden met aanvallen van moedwillig menselijk handelen. Blikseminslag, overstromingen, gebruikersfouten, geen security. Belangrijk, geen security. Iemand die uit de mas valt, geen security. Iemand die bij ons een virus naar binnen probeert te krijgen, zeker security. Dus iemand die een USB-stick verliest in de trein, ja, dat doet hij niet expres. Maar een journalist die de USB-stick vindt en daar wat een artikel over wil gaan schrijven, daar ga ik me tegen beschermen. Dus ik ga me niet beschermen tegen het verlies van de USB-stick. Ik zeg altijd, dat is een tepelklem met een kettingje aan die stick. Ik ga wel... ik ga me wel beschermen tegen dat misbruik van het vinden. Om kort te zeggen, de regen probeert de paraplu niet te ontwijken. Hè? Dus een paraplu werkt hartstikke tof om droog te blijven, maar die reiger die is erop uit om je te pakken, dus die vind je. En die gaat ook door tot die je heeft. Dus het oude kans maal impact is risico. En als Alex Hutten graag zegt, pindakaas keer straaljager is shiny. Ja, wat is dat voor risicomodel in deze context? Dat werkt heel goed voor statistische data. Dus onze asset management afdeling, die doet dit al 100 jaar en dat doet ze 100 jaar fantastisch. Statistisch gezien gaat die mof gaat om de 25 jaar stuk. Na 20 jaar moet ik hem eens gaan vervangen. We hebben die allemaal keurig, statistisch, werkt als een trein. Werkt niet met een gemotiveerde aanvaller, want die is erop uit om je te pakken. En als je ziet van, oh jij doet dat om mij tegen te houden, nou, dan doe ik toch dat. Dus andere manier van denken. De natuur is er niet op uit om je te gazen te nemen. Maar ja, mensen wel. En dat wil de aanvallers wel. Dus je gaat veel meer naar een socio-economisch complex systeem toe, speltheorie, dat soort dingen. En we kijken dus ook niet zozeer naar wat is de kans dat iets gebeurt. We kijken meer van wie zit er achter ons aan. En wat vinden wij waar wij ons tegen moeten beschermen? Daar kom ik zo nog op. En dan kijk je naar ja, script kiddies, hobbyisten, researchers, staten. En die plot je eigenlijk op assen, ja, wat zijn hun competenties, wat is hun motivatie en hoeveel kans geven wij ze. En dat geeft je een aardig beeld van hoe goed is je aanvaller. En dan komen we op deze aanpak uit. We gaan anticiperen dat wij vast wel eens een keer gehackt gaan worden. Gaat gewoon gebeuren. Als iemand daar genoeg middelen in stopt, als de NSA of de Russische criminelen echt achter ons aan zitten en daar gewoon een miljoen voor over hebben... En ze hoeven maar één keer het goede aanvalspad te vinden. Ja, goed, gaat lukken. Als ze dat dan lukt, wil ik dat wel zien. Dus ik wil zien van, hé, mijn systemen doen in één keer raar. Er gebeurt wat geks. Dit is niet normaal. Hier is iets aan de hand. Ik weet nog niet wat, maar er is iets. Dat te gaan onderzoeken en vervolgens gaan reageren op het event wat er gebeurd is. En tevens te kijken in die attention phase van, ja, ik had wel gezegd dat ik het tot een bepaald niveau moeilijk wil maken om bij ons binnen te komen. Haal ik die drempel nog? Kijk, ik wil altijd graag zeggen dat Metasploit kan iedereen van internet downloaden. Dat zou toch onze minimale drempel moeten zijn? Dat is al een vrij hoge drempel, kan ik zeggen. Dus onze security aanpak
Heb een goede baseline, maak het tot een bepaald niveau moeilijk. Ik gebruik altijd graag Brenno de Winter als voorbeeld. Brenno mag niet zomaar bij ons naar binnen kunnen lopen om daar de boel even te hacken. Is de NSA achter ons aan met 20 miljoen? Ja, toch een ander verhaal. Waar dan die grens ligt, dat is een interessante discussie. Maar goed, we hebben dus een goede baseline. En die hebben we ook. Waar nodig aanvullende maatregelen. En daarna detectie, detectie, detectie. En reactie als je wat gedetecteerd hebt. Dus inbreuken gaan voorkomen. Voorkom de stommiteiten. Ja, dat ben ik. En reageren detecteer op de anderen. Dat ben ik ook. Samen met nog wat mensen hier op de eerste rij. En als uitgangsprincipe, design and build for failure. Wat is dat? Dan is dat weer jammer. Het was een filmpje. Maar resilient als we zijn, hebben we in ieder geval het plaatje. Je eerste college in civiele techniek krijg je de Tacoma Bridge. Dat is die brug die je zo keurig in de wind ziet waggelen totdat hij ook daadwerkelijk gewoon instort. Met als een boodschap, als je het niet goed doet, gaat niet goed. Eerste college elektrotechniek. Ook hier is dit een tof filmpje, alleen dat wil je niet. Enorme vlamboog, als je het niet goed doet, ja, dat heeft gewoon serieuze consequenties. Dus hou dat in je achterhoofd. En het eerste college informatica is, hello world. En ja, spot de bug die al in deze paar regels code zit. 2, 1, geen schoonmaak. Maar ja, falen, als wij falen, dan is er geen energie. Dus als wij falen, serieus falen, dan gaat gewoon hier het licht uit en dan is het succes. Nou, er heeft een Oostenrijker, die heeft er een heel mooi boek over geschreven. Dat heet Blackout. Dat gaat over een Europees breed blackout scenario. Gewoon in heel Europa geen stroom. 2 weken lang, wat doet dat met je samenleving? Lees het. Met een paar hele subtiele hacks op de slimme meter. Die overigens in Nederland niet kunnen, maar dat is een detail. En op het SCADA-systeem, ja, hebben ze best wel wat impact. Ik weet niet of ik moet verbieden of verplichte kost, maar het ISBN-nummer staat erbij. Wat wel aardig is, dit is eigenlijk het incident. Dus ik heb een stapeltje boeken gekocht en mijn CIO gegeven. Moet je lezen. Heb ze gedaan. Dit heeft heel veel awareness losgemaakt in, op allerlei belangrijke plekken. Waarom ook? Omdat het niet zo'n Die Hard 4 scenario is van we rennen naar binnen, we schieten iedereen dood en dan nemen wij de controle wel even over. Dat kan, maar ja, dan moet je ook nog eens leren hoe dat net in elkaar zit en zo. Dit is heel subtiel, heel rustig gedaan. Via ja, vrij onopvallende manieren. Ja, en dan krijg je de interessante discussie. Dan vindt iedereen vindt dat heel belangrijk. Dat moet niet kunnen. Maar ja, wij moeten de virtuele voordeur op slot doen. En dit heeft de directeur Global Cybersecurity van CTI vorige maand geschreven. Maar ja, wie gaat dat betalen? En daarachter de vraag, wat vinden we eigenlijk als maatschappij belangrijk? Willen wij een tientje per jaar meer betalen, opdat dat net veiliger wordt? Goeie vraag. Nee, goede discussie. Discussie moet ik zeker hebben, maar ja, dat is een maatschappelijk vraagstuk. Want wij zijn een publiek bedrijf. Jullie betalen allemaal aansluitkosten waar wij weer dit soort dingen van kunnen doen. Detecteren en flexibel reageren. Reageren op wat? Wat is een incident? En ja, hoe? Meten is weten, als je weet wat je meet. Elektrotechniek van huis uit. Een ander heel mooi boek. Data Driven Security van Jay Jacobs en Bob Rudich. Dat zijn ook twee mensen die hebben meegewerkt aan de Verizon Data Breach Report. Of meegewerkt, dat zijn eigenlijk twee grote trekkers achter het Verizon Data Breach Report. En die hebben een heel mooi boek geschreven over hoe maak je je security nou meetbaar? Hoe ga je van het onderbuikgevoel van, ja, die Chinezen is toch wel vervelend, daar zit wel iets. Nou, ga eens meten hoe het zit. En ga eens, ja, en rapporteer daarover. Maak daar grafiek over, geen pie charts, maar communiceer dat. En heb getallen waarmee je je verhaal kunt onderbouwen. Dus aanrader echt voor iedereen die wat met security doet. Detectie. Wat gebeurt er om me heen? Dat doen we dus ook. We kijken wat gebeurt om ons heen. Kwetsbaarheden in producten. Heb ik die producten überhaupt? Daar voeren we zelf ook penetratietesten uit op RTU's en PLC's. Als we PLC's hebben, waar die hebben. Gewoon om te weten van, nou, waar is dit systeem nou kwetsbaar voor? Wat voor fouten kom je nou tegen in dit soort systemen? En dat is dan vaak interessant. Dan ga je weer terug naar de leverancier. En goh, je hebt deze fout. Nou, we hebben vanochtend net gehoord hoe leveranciers daar over het algemeen mee omgaan. Daar is wel een verandering in aan het komen. Want ook daar zitten wat jongere mensen die denken, oh ja, security is eigenlijk wel belangrijk. Hier moeten we toch wel wat mee. Dus ik heb wel hoop voor de toekomst. Alleen het is vaak nu nog wel een gevecht.
of in elk geval een gevecht om te bewust te krijgen van, hé, hey, hier moet je wat mee. Trends en aanvallen en aandacht, word ik als bedrijf interessanter om aan te vallen? Wij hebben ook gewoon standaard last van de banking trojans en de malware die daar buiten is. We hebben ook gewoon Windows 7 systemen als werkplek. Dus die zijn net zo kwetsbaar als elk ander Windows 7 systeem. Dus als er een banking trojan langskomt, dan hebben wij hem ook. Op mijn kantoorwerkplek, dat wel. Interessant linkje naar dat van Daniel, verhaal van Daniel net. We hebben een paar weken geleden een keer een scan gedaan op alle gebruikers, runkeys, en gekeken, wat staat er in die runkey? En staat er in die runkey een verwijzing naar een executable in de local temp van die gebruikers, van het gebruikersprofiel? Daar hebben we een analyse over gedaan. Het kost je een paar dagen, want de eerste keer moesten we dat handmatig even uitvinden. En toen ging de week toch er in één keer heel anders uitzien toen we daar de resultaten van zagen. Maar het is heel simpel, hè? En toch doet bijna niemand het. Ja, iedereen vertrouwt op die virusscanner. Nou, kijk gewoon van wat gebeurt er. En responsible disclosure, wij horen graag, we zijn bezig om dat ook nog officieel beleid te krijgen. Maar mocht je iets gevonden hebben op ons netwerk en je vertelt het ons, tof, dan werken we graag samen. Oh, laatste dingetje. Dat onderzoek, ja, wij zijn geen onderzoeksinstituut, wij zijn netbeheerder. Maar we hebben dus wel samen met een aantal andere partijen, waaronder ook TNO, KPN, ENCS opgericht, de European Network for Cybersecurity, wat specifiek voor netbeheerders, maar ook in de SCADA ICS-omgeving onderzoek doet, adviezen geeft, maar ook research doet. Dus ook daar zijn we actief om te kijken, hoe komen we hier nu verder in dit veld? Detectie. De huidige IDS. Ja, snort. Ik heb ook net een mooi varkentje gescoord. Is vooral gericht op IT. Vooral op IT-protocollen. Wat praat die file share? Wat doet dat allemaal? Maar ja, kunnen die overweg met mijn SCADA-protocollen? En ja, dit zijn wat protocollen die wij hebben draaien. Onder andere. Dus ja, kan die 104 aan? Aan de andere kant, als ik intrusion detection op dat netwerk doe, waar normaal controleverkeer, dus SCADA-verkeer overheen gaat, en in één keer zie ik daar een Linux-computer of een Windows-computer, dat is raar. Daar is wat aan de hand. Dus dat zijn sowieso signalen die je kunt oppikken om wat mee te gaan doen. Bekende botnets. Je hebt lijstjes met miljoenen en miljoenen IP's. Dit zijn botnets. Nou, die hebben allemaal hun beperkte waarde, maar die kun je wel eenvoudig detecteren. Zie ik verkeer op mijn SCADA-netwerk naar die systemen? Dat zou nooit moeten kunnen. Stuxnet ging bijvoorbeeld als voorbeeld naar, wat was nou, realfootball.com. Waarom zou mijn SCADA-netwerk überhaupt ooit naar een voetbalwebsite willen gaan? Dat is relatief makkelijk te detecteren. Dus dat is, vooraf kun je het niet bedenken, maar je kan wel. Ja, het is raar. Daar zit iets. Weet nog niet wat, maar er zit wel iets. En ja, je huidige devices, wat vertellen ze en luister je er eigenlijk naar? Dus heel veel dingen kun je nu eigenlijk al gebruiken. Leveranciers zijn heel hard bezig met inhaalslagen. Dat zie je ook, goede ontwikkeling. Dus ook SCADA-protocollen worden opgenomen in IDS. We hebben een pilot gedaan met, op ons 104-netwerk, dus IP-verkeer, met anomalie-detectie. Zet je hem aan, laat je hem 5 minuten leren, dit is normaal verkeer. En zet hem daarna aan en geef eens een signaaltje als je raar verkeer ziet. Nou, 7 false positives in een week en met 1 dag training 3 false positives in een maand. Dat kan ik handelen. Kijk, 3000 meldingen zoals de mensen van Target kregen en die ene die ze misten. Ja, 3000, daar kan ik niks mee. Geen enkel team schaalt tot dat soort getallen. Maar dit soort getallen, nou, daar kan ik dat is te handelen. Dat is te onderzoeken. Maar ja, wie gaat dat doen? Daar kom ook nog op. IDS, IPS. Moet ik in mijn SCADA-netwerk vooraf dingen gaan blokkeren? Nou, dat is heel lang een no-no geweest. Van nu, we gaan zeker niet het SCADA-verkeer blokkeren. Dat kan niet. Maar ja, dan laat je ze in zo'n uitdraai zien. En in stijl met ICS, of met... CSI Cyber heb ik die IP-adressen wat verborgen. Maar ja, als je dit ziet in op je systeem, waarom zou ik dat IP-adres niet gaan blokkeren? Dit is raar. En je ziet dat ook daar langzaam een shift komt. En uiteindelijk wil ik het allemaal gaan controleren. Dat hebben we nog niet, maar uiteindelijk wil je dit gaan correleren. Hey, ik zie een deur opengaan, ik heb geen werkorder, ik heb geen storing en ik zie raar verkeer op mijn netwerk. Daar is wat aan de hand. Ook weer oppassen, want security devices zijn geen secure devices vaak. Die hebben hun eigen set aan interessante kwetsbaarheden. Maar als je daar wat over wil lezen, heeft Cisco een heel mooi verhaal over geschreven, hun playbook, dan is dit een ding. De presentatie wordt na afloop ook op de site gezet, heb ik gehoord. Dus
Dat komt helemaal goed. Siem, dus als je het verhaal van Erik Luif hebt gehoord, dan gaan wij voor de berenklauw met satésaus, zeg maar, als prikker in de kaas. Centrale console, we hebben detectie in ons IT-datacenters, daar hebben we er twee van. We hebben detectie in ons OT-data, dus in onze SCADA-datacenters, daar hebben we ook twee van. En dat kunnen we correleren met elkaar. Hé, ik zie raar verkeer in mijn kantoornetwerk en ik zie daarna raar verkeer in mijn SCADA-netwerk. Daar kun je dan relaties tussen gaan leggen. Dat is interessant. En dat doe je dan op logbasis, dat doe je dan op netflowbasis, op netwerkbasis. En dat kun je dan aan elkaar knopen van als dit gebeurt, hé, dan is dat raar. En, maar ook, hé, ik zie statistisch in mijn netwerkverkeer, zie ik één keer per dag zie ik een pingetje uitgaan naar dat adres. Dat is raar, daar zit iemand een beacon te doen. Of als je bang bent voor die Chinese, de Russen of de NSA, ik zie één keer per maand een keer een pingetje uitgaan. Hé, dat is raar, blijkbaar zit daar iets wat even een phone home doet. Nou, dat soort modellen zijn we nou naar aan het kijken. Kunnen we daar statistisch gezien analyses op het netwerkverkeer draaien, waardoor je dat soort gedrag ziet. En dat is een gedrag van systemen die geïnfecteerd zijn, niet actief malware verspreiden of niet actief zijn, maar wel waarschijnlijk iets van een backdoor op geïnstalleerd is. Dus daar gaan we dan naar op zoek. Om uiteindelijk samen te komen in de Liander Control Room, dus volgende, ja, eigenlijk ons volgende bedrijfsvoeringscentrum wat we nu aan het ontwerpen zijn, wat in plaats van alleen statisch netoperatie, een ander control room, ergens wat IT-operatie en dan nog een clubje die ook nog wat security monitoring doet, wat gewoon geïntegreerd met elkaar zit, om snel ook met elkaar uit te kunnen wisselen. Hé, ik zie dit, ja, want wij hebben dat, oh, dat komt omdat zij. Om die communicatie gewoon sneller te laten lopen. De mooiste hack in 2013, toen die plannen kwamen van mij, was om op een van die bureautjes SOC te kunnen schrijven. Dus ook dat die beleving, zeg maar, op gang komt van, oh ja, ja, security zou ook onderdeel moeten zijn van dit geheel. Cool. En dan heb je wat gevonden, dan moet je reageren. Contain en mitigate, zoals het in het Engels heet. Je wil een SOC-team. Ook het team wat kijkt naar kwetsbaarheidsanalyses op den duur. Dat doen wij nu nog niet. Maar wel het team dat monitort. Wel het team dat analyses doet. En wat heel veel verstand ook heeft van de businessprocessen. Want als ik iets zie, ja, moet je wel snel kunnen bepalen van, ja, is het een fileserver waar de publieke website op staat? Is dit ons HRM-systeem? Is dit ons SAP-systeem? Dat is het verhaal in de andere kamer. Of is dit ons SCADA-systeem? En wat is de impact? Of wat zou de maximale impact kunnen zijn als een van die systemen geraakt wordt? Voorbereiden, afstemmen en mandateren van standaard scenario's. Als dit gebeurt, dan heb ik in elk geval een aantal setjes maatregelen die we kunnen nemen, noodmaatregelen die we kunnen nemen, die vooraf afgestemd zijn. Als ik dat eerst via de keurige escalatielijn die we hebben moet gaan escaleren. Die mensen zijn allemaal bereikbaar, hebben allemaal piketdienst. Ze zijn er wel, maar je bent zo een uur verder voordat je iedereen hebt. Zeker als het zondagochtend 2:30 is. Dus je wil een aantal dingen vooraf afgestemd hebben. Als dit gebeurt, dan trek ik die internetstekker eruit. En als je scenario's hebt die groter zijn dan dat, nou, by all means, ga vooral escaleren. Een van de belangrijke tools om te kunnen beperken is natuurlijk zonering. Dus wij zijn het netwerk aan het herzoneren om andere zones te verdelen, firewalls ertussen, om ook te kunnen zeggen van ja, dit SCADA-proces, dat draait altijd door, maar dat andere proces, ja, dat mag wel even afsterven of daar mag wel even wat mee. En we zijn ons netwerk nu, oh, wat mooi geblurred, we zijn ons netwerk nu zo aan het inrichten dat we dat ook op nog fijnere schaal kunnen doen. Je hebt het een paar keer horen zeggen, ja, de standaard IT-incident response aanpak is, red de server, hè? Bescherm de data, ja, informatiebeveiliging, bescherm de informatie, wat kan mij dat proces schelen? Kan mij het schelen dat mensen even niet kunnen internetbankieren, dat is jammer, als ik die bankgegevens maar veilig heb. Aan onze kant is het veel meer, red het proces, zorg dat mensen stroom houden. En die server is dan even niet belangrijk. In het eerste geval sturen we mensen naar het onderstation om te gaan bedienen. Dus dat is echt, red het proces en ja, de IT-infrastructuur is daaronder van ondergeschikt belang. Dus ook dat is een andere manier van denken. En dan natuurlijk de forensics op dat soort systemen. Onze oude aanpak was nuke from orbit. We hebben een infectie, hop, opnieuw inspoelen en wegwezen. Nu zitten we veel meer in, goh, wat doet die malware eigenlijk? Mooie sites, VirusTotal, malware.com, Cuckoo Sandbox, die kun je ook gewoon lokaal draaien.
InetSim, simuleer je internetomgeving en kijk wat je malware doet. Of Remnux, een Linux distro die dat doet. Wat doet die malware? Wat voor kwetsbaarheden worden er misbruikt? Hoe komt die binnen? Welke executables worden gedropt? Wat voor URL's probeert dat ding te benaderen? Hoe overleeft het reboot? Dus gewoon een value in je runkey. Hoe ontwijkt de detectie? En was die eigenlijk specifiek voor ons bedoeld? Dus als iemand een USB-stick vindt met Alliander salarisgegevens, nou, die was wel specifiek voor ons bedoeld, ja. Dus dat soort dingen zijn allemaal signalen die wij kunnen gebruiken om dan te kijken, nou, wat voor indicators of compromise, ook weer zo'n mooi buzzwoord, kunnen we afleiden van die malware die we gevonden hebben en kunnen we dat gebruiken om te kijken of die ook op andere plekken in ons netwerk voorkomt. En nog even als zijnootje, het is een aardige wapenwedloop aan de gang tussen schrijvers van dit soort tools en de malware schrijvers zelf. Dus dan heb je, kijken, Cuckoo Sandbox bijvoorbeeld, een mooie, die geeft om de zoveel seconden even een tikje alsof die iemand de muis beweegt. Want je hebt tegenwoordig malware gekijkt, draait op een virtual machine, beweegt de muis binnen zoveel tijd. Zo niet, ja, dan zit er waarschijnlijk geen echte gebruiker achter en is het een sandbox, dan word ik ook niet actief. Dus het is een aardige wedloop steeds om dat soort techniek weer te gaan vinden. Dat heeft een grens. We gaan niet reverse engineer, daar zijn wij niet voor. We zijn netbeheren, maar we moeten wel snappen wat er gebeurt. Dus we gaan het niet zelf doen, maar wel snappen, wie we moeten bellen als we dit nodig hebben en wat kunnen we daarmee. Dus je gaat ook veel meer kijken naar wat voor mensen heb ik daarvoor nodig. En dan fixen. Ja, dan heeft die leverancier een patch gemaakt, als hij hem gemaakt heeft. En dan moet ik die patch uitrollen, zonder downtime graag. Maar ja, we willen graag stroom houden. We willen het van zicht houden en zorgen dat die RTU naar van signaal terug kan sturen uit het geld. Ja, en wie heeft nog 100% goede CMB? Misschien vingers. Best op orde, eens 100% akkoord. Ja, interessante uitdaging. Dus ja, kijken, mitigeren met andere maatregelen. Als ik niet kan patchen, kan ik dan het fixen in het netwerk. Actionering helpt daar heel erg bij. Kan ik andere dingen fixen op het systeem? Dus als ik een bepaalde service heb die kwetsbaar blijkt te zijn, ja, zou ik die service uit kunnen zetten op het systeem. En als laatste natuurlijk ook door gebruikers. Al gebruikers vertellen wat je gezien hebt, wat je gevonden hebt, waar dat ergens wat aan de hand is en hoe zij kunnen helpen om dit soort dingen te voorkomen. En dat gaat heel triviaal van open niet zomaar simpele bestanden die je ge-mailed krijgt, die heb ik nog steeds, tot we hebben dit specifieke ding gezien. Als jij zoiets ook erin hebt, deel er voor, dan weten we waar het nog moet. En het koopt de tijd of het verlaagt uiteindelijk de totale zet aan risico tot aanvaardbare levels. Uiteindelijk, om IOC's te kunnen delen, leveranciers, de community, dus ook met andere netbeheerders hebben wij gesprekken. Dit soort dingen. Wij hebben dit gehoord. Doe ermee wat je wil, misschien heb je het ook aan jou netwerk. Er is vertrouwen nodig, dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Je hoeft altijd maar over knowledge sharing en information sharing. Ja, maar ik ga niet zomaar alles met iedereen delen van wat bij ons in het netwerk gebeurt. Dus heb je vertrouwen nodig tussen de leveranciers. Ook de leverancier moet vertrouwen dat jij niet zomaar met hun vuile was naar buiten gaat rennen. Gewoon collega's, andere netbeheerders. We zijn geen concurrenten van elkaar, maar toch een beetje. We worden wel gebenchmarkt door de autoriteit consumentenmarkt en met de brede community. Nou, dit soort sessies, hier stroopwafels, dat is allemaal bij ons vertrouwen. Criteria zijn wel altijd input voor continue verbetering en niet direct om zandpalen te vullen. Ook dat. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, interessante vraag om het de volgende keer te voorkomen. Niet per se om Frank bij HRM, zeg maar, zijn eigen ontslagprocedure te laten testen. Hier ben ik in elk geval door mijn verhaal heen wat bij te doen om net een smart grids, de toekomst van smart grids veilig te stellen, te houden en daarmee op weg te komen. Mijn vraag: zijn er vragen uit de zaal? Niet heel goed. Stellen dat dit werk steeds open eigenlijk voor het eerste
Nou, een mooi voorbeeld is weer de slimme meter. Dus wij geven data uit de slimme meter eigenlijk één op één door aan bijvoorbeeld de energieleverancier. En die kan daar een rekening mee opstellen. Ook daar wordt in sectorverband mee afgesproken van ja, wat voor eisen stellen we met elkaar aan beveiliging en ook aan elkaar. Ja, dus dat soort dingen gebeuren ook audits en kijken van doe je dat nog. Nee. Nou, dan Armin, dan wil ik jou bedanken. Blijf ik even bestaan. Na de... dit was de laatste presentatie.